als container de wij en zo gooien, zal je maar die bakst in op de bus. 15.000 euro. Dat is de minimale skiën voor touringcarbedrijf Birwa van Dan Waard. Fjouwer van haar bussen waren na de Frieske Derby van Arun de Snijn bekoegelen door Cambuur-fans. In de bussen zitten Jereveen supporters. Birwa-directeur Willem Bijaert, wie verbusteren doet de beelden zeg. Ja, ik ga zeker de beelden zien, maar dan baal je wel even. Dan zie je bus voorop rijden in de kolonne en dan zie je de jeugd erop aanrennen met de bakstie. En ja, je wel wat rare wilt nemen zijn daarover. Bijaert kon gelukkig bussen lenen van een oorbedrijf. Met trocht skareisjes de volgende dag wil terug gaan koenen. De chauffeurs kwamen er goed van aan, maar het was een spannende rit door het Ljouwerter centrum. Het is net niks dat er al je mensen op je aankomen rennen met baksteen in de hand en dat je dat al iets in je bus aan krijgen. Ja, en ik snap van de chauffeurs ook wel dat die dan even goed schrikken. Ja. Maar ga je niet in verwoenen rekken? Nee, gelukkig ga je dan niet in verwoenen rekken, nee. Birwa riep met Jereveen supporters naar wedstrijden door het hele longen. Maar na de heftige confrontaties van Arun de Snijn, hoe weegt het Bijaert ritjes naar Cambuur in de toekomst te skrassen? Wij werken hard voor ons materiaal en we werken hard voor ons bedrijf. En dat het dan zo vernield wordt, ja, daar doe je het natuurlijk net voor. En dan neem je de risico's voor mij voor een volgende keer. En dan twijf je de wel over of we weer daar heen rijden moeten. Dat gaat eigenlijk altijd wel goed met alle voetbalclubs waar we heen gaan. Alleen naar Cambuur, ja, die verpesten het gewoon.